voordat ik echt met borduren ga beginnen, wil ik vooral voor degenen die dit bekijken die niet machinaal borduren, even een beetje uitleg geven over deze machine. Dit is een Husqvarna. En in dit geval is dit dus Husqvarna Viking, de Designer Diamond. Dit is een naaimachine combinatie borduurmachine. Maar ik gebruik deze enkel en alleen om te borduren. Je kunt dus inderdaad de borduurunit die hier zit zitten, dat kun je ook wel zien, die zit er aangeklikt. Die staat hier dus gewoon altijd. Ik gebruik dus het naaigedeelte nooit. Ja, tenzij het natuurlijk onverhoopt de andere machine problemen krijgt. Maar in principe gebruik ik deze machine alleen maar om mee te borduren. Inmiddels heb ik een patroon geselecteerd. Ik heb een patroon op mijn sticky staan. Die zit hier aan de zijkant in. En die heb ik nu geselecteerd. Want we gaan een applicatie maken. En sommige mensen hebben dit nog nooit gedaan. De mensen die dit wel eens gedaan hebben, die weten natuurlijk uiteraard wel hoe dit werkt. Maar voor de mensen die nog niet zo lang borduren, of machinaal borduren dan in dit geval, is het natuurlijk wel even heel prettig om te weten hoe je een applicatie gaat borduren. En dat stel ik zo meteen even verder. Ik zal even spulletjes klaarleggen die ik ervoor nodig heb. Hoi, ik heb nu even wat spulletjes klaargelegd. Oh, ik kan hem niet in en uitzoomen, zie ik al. Dan moet ik het even zo doen. Ik heb klaargelegd mijn ring al ingespannen met dubbel scheurvlies. Het kan ook knipvlies zijn hoor, dat maakt niet zo heel veel uit. En ik heb een klein tasje genomen waarop ik de tulpen ga borduren. De tulpenapplicatie, niet de doodle, maar de gewone. En ik ga nou even laten zien hoe ik dat zo meteen ga doen. Ik wil eventjes de camera nog even opnieuw goed instellen. En dan kom ik weer terug bij jullie. Goed, omdat je toch kleine stukjes stof nodig hebt. En ik nog een klein stukje zeeuw schottenbond heb. Denk ik dat ik daar mijn applicatie mee ga maken. Even een goede schaar bij de hand hebben. Zodat ik het makkelijker knippen. Ik zal even mijn ring in de machine schuiven. De patroon heb ik geselecteerd. Ik druk op go. En dan borduurt hij zo meteen eerst. Nou, ik moet hem even verwijderen, zegt hij. Nou, doe ik dat maar even. Want ik had hem op parkeerstand gezet. Dat ik het wel even makkelijker vond. Zo, dan schuif ik hem erin. Ik heb gewoon garen onderin. Gewoon ondergaren, zeg maar. En nou ga ik de machine even laten meten en doen waar ik hem moet hebben. Ik heb van alles klaargelegd nu. Ik heb zelfs mijn garen erop. Ik ga hem eventjes de eerste gang laten doen. Go. Hij borduurt dus eigenlijk waarschijnlijk eerst. Ik zal even kijken hoor. Borduurt eerst, en daar ben ik niet zo blij mee, hij borduurt eerst de stelen van de borduring. Dus ik ga eerst even aangeven waar het in totaal komt, het hele borduurpatroon, zodat ik daar mijn tasje zo meteen op kan plakken. Kijk, voor jullie kan het natuurlijk ook gewoon een lap stof zijn of iets, of al iets kant en klaars waar je op wil appliceren. Maar de bedoeling is natuurlijk van deze sal dat je zelf iets gaat maken. Behalve dan die applicatie. Nou, hij geeft aan dat hij binnen dit kader borduurt. Dan ga ik dus even een beetje spuitlijn erop doen. Tijdens de lijmspray. En dan pak ik mijn tasje even op. En hoop ik dat ik dat een beetje netjes kan. Ik heb het maar aan één kant open gemaakt. Dus ik hoop dat dat gaat lukken. Dat moet lukken. Zo ongeveer, denk ik, moet die wel goed komen. Dan sluit die heel mooi halverwege aan. Dat is perfect zo. Denk ik, dacht ik, is die ook een beetje in het midden. Het is natuurlijk wel leuk als die een beetje in het midden zit, hè?
Zo. Dat moet straks natuurlijk wel even een beetje helpen, denk ik. Even mijn draadjes wegmikken. Ik zag eventjes onder het statief heen. Ik zit hier helemaal ingebouwd. Maar vooralsnog moet dat lukken zo. Ik schuif mijn borduring, mijn borduurring erin. Ik kon even niet op het goede woord komen. En natuurlijk maak ik de stelen ook groen. En dat doe ik gewoon met, ik denk met deze kleur. Dat vind ik helemaal prima. Let bij mij niet zo nauw. Dat hij toch groen staan, dus dan gebruik ik die. En dit is natuurlijk voor de tutorial, dus ja, dat moet ook mooi worden natuurlijk. Maar ik moet natuurlijk ook goed kunnen laten zien wat ik doe. Hij borduurt nu direct op de stof. Even kijken hoor. Hij borduurt nu direct op de stof als het goed is. Even een beetje zo. Dan heb je iets beter zicht. Ik heb nou een andere standaard. En ik hoop dat het nu wat makkelijker te zien is. Ook even de lamp erbij aan doen. Even kijken. Is die zo beter? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Of toch zo? Ik denk dat deze wel goed is. Dan moet wel goed liggen bij natuurlijk. Goed, ik borduur nu eerst de stengeltjes. Stenen. Draadjes bewaren we. Het is niet zo heel erg interessant om te zien. Dus ik denk dat ik hem even op stop zet en weer verder ga, zodat ik hem dadelijk kan doorspoelen. Zo, de steeltjes heeft hij nu gedaan. En nu ga ik eerst even, ik denk met wit, ga ik de volgende kleur doen. En die geeft waarschijnlijk aan waar mijn eerste blad mag komen van de bloem. Dus ik ga even mijn garen weer opnieuw inspannen. En dan gaat hij dat waarschijnlijk ook even doen. Nou, kan het niet. Ja, het lukt ook nog. Nou. Even nu aangegeven waar die een borduurt. Ik zal eventjes nog van dichterbij laten zien. Dat is denk ik wat makkelijker dan eerst even. Kijk, ik heb het met wit gedaan. Zie? En dan stop ik hem zo meteen weer in de ring. En dan doe ik daar een stukje stof bovenop. En dat knip ik nu even uit. Maar ik weet nog niet zeker of ik het helemaal zo wil doen zoals het hier staat. Ik vermoed dat ik hem toch maar helemaal erop leg, zodat ik niet elke ander blaadje, ja wel, misschien ook, ja, doet het wel. Ik ben wat dat betreft zo, ja, besluitloos eigenlijk soms, maar ik doe dan gewoon precies zoals het patroon zegt. Een beetje spuitlijm erop en dan gaat hij hier gewoon bovenop. Oh ja, wat je ook nog nodig hebt, misschien ook niet om dat niet te vergeten, is toch wel een applicatieschaar. En dat is zo'n schaar. Volgens mij heb je ze zowel voor rechts als voor linkshandigen.
Maar die vind je waarschijnlijk dan ook wel op de website van borduurwinkel De Gast. Is erg fijn om te gebruiken bij het appliceren. Dus vandaar dat ik het even aangeef. Even zien hoor. Volgens mij gaat hij nou nog een keer doen. Maar dan moet ik hem even... Want ik denk dat ik ze... Ja, ik weet nog niet helemaal uit over de kleur. Ik doe goed paars. Paars is altijd goed. Gaat hij de eerste ronde doen op het stofje. En dat... Even de voet naar beneden, zodat ik er makkelijker bij kan. En dan gaat hij de volgende ronde borduren. Zo, hij geeft aan dat hij klaar is. Ik haal hem nog ook gelijk even uit. Bij mij blijft hij altijd aan de onderkant het draadje wel zitten, in plaats van dat hij helemaal afgesneden wordt. En nu ga ik eventjes het beter dichter in beeld brengend. Om het borduursel heen met de applicatiesaar wegknippen. Dat doe ik dus op deze manier. Waar heb ik zo gauw? Oh, hier heb ik hem alweer in. Ik hoop dat het een beetje zichtbaar is. Zo, even kijken hoor. Oh, ik verschuif dat ding ook steeds. Hè? Dat is niet echt handig. Maar ik kan wat meer deze kant op. Zo. Een beetje meer uitvergroot. De stoel die heeft zich erbij trekken dat ik hem niet. En dat is wel even een precies werkje, maar als je zo'n schaar hebt, kan er eigenlijk ook niks misgaan hoor, moet ik zeggen. En straks ga ik ook nog een doodle applicatie doen. En het leuke daarvan is dat je eigenlijk hetzelfde doet als dit. Alleen je doet er dan niet een mooie cordonrand omheen, maar je laat ze zo. Zeg maar, dat is dus dan ook echt de bedoeling dat het een beetje gaat rafelen. Dat is hip. Dus dan. En dat kan. Tegenwoordig kan het heel veel. Wat vroeger gewoon uit de boze was, dat kan nu allemaal. Kijk, dan blijft hij zo. Dat is toch wel grappig. Nou, gaat weer in de machine. En dan doet hij de volgende gang en dat is waarschijnlijk de steekjes eromheen. Omdat dit een tasje wordt, zie je de achterkant niet. Mocht ik bij jullie wel de achterkant kunnen zien, dan zou ik adviseren om dezelfde kleur ook op de spoel te doen. Dat heb ik dus nu niet, dus ik ga hem nu zo borduren. Oh ja, dat is wel heel grappig. Hij doet dus gelijk de volgende blad. Maar dat geeft niks. We gaan het gewoon doen zoals de borduurmachine het aangeeft. Hij deed dus niet de omvang, maar hij deed dus het blad. Het tweede blad. Nou, doe een klein beetje lijmspray op. Tijdelijke lijmspray, want je was het er zo uit. Ik pak nog even weer een stukje stof. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit hoe of wat. Ik doe het wel allemaal in dezelfde richting, want ja, ik weet niet, zo zit ik in elkaar. Dus dan doe ik het ook zo. Je kunt het ook met allerlei soorten stofjes kunnen doen, hè? Net wat je mooi vindt. Ik plak het er weer op en dan gaat hij waarschijnlijk zo meteen weer overheen borduren en knip ik het weer weg. Hij zal waarschijnlijk de cordonsteek of de zigzagsteek, hoe je het noemen wil, rondom zal hij waarschijnlijk allemaal in één keer doen. Dus zo goed ken ik het patroon. Dan
En ook deze knip ik weer netjes rondom weg. Even kijken of die goed te zien is zo. Ja, is prima te zien. Je moet het natuurlijk wel in de gaten houden. Je moet er ook niet voor gaan zitten. En dit was echt een klein restje stof waar ik eigenlijk niks meer mee deed. Maar ik kon het ook niet weggooien. Misschien wel herkenbaar voor velen van jullie. En nu heeft het dan toch nog weer een functie. Kijk, want dit is dan het sluit bijna naadloos aan. Maar net niet helemaal. Ik ga gewoon even verder zometeen. Ik laat het wel zien. Alleen ik zet hem nu eventjes stop. Zodat ik hem bij het volgende gedeelte sneller vooruit kan spoelen. En eigenlijk zijn de handelingen steeds hetzelfde. Maar nu ga ik gewoon even door tot het eind. Zo, heeft één tulpje heeft hij klaar. En ik vind hem eigenlijk best wel heel grappig geworden zo. Ik doe zo meteen de twee volgende tulpjes even ook. Net zo. Alleen ik ga dan het stofje direct zo neerleggen. Dat ik niet drie aparte blaadjes hoef met de applicatieschaar hoef te doen. Sorry. Vind ik denk ik toch iets mooier. Dus dat ga ik nu doen. Dus je kunt het eigenlijk op verschillende manieren doen. Zeker omdat dit uit drie verschillende delen bestaat. En die andere twee tulpjes ook. Je kunt het met apart natuurlijk doen. Zeker als je verschillende stofjes gaat gebruiken. Maar ik gebruik maar één stofje. Dus ik leg hem er zo meteen direct zo op. Zodat hij hem ook gelijk borduren kan. Dat vind ik nu voor nu even wat makkelijker. En zeker omdat het een tutorial is. Kan het ook op deze manier. Je kunt het ook laten zien op deze manier. Dus ik gok de plekken ongeveer. Dat zal hier ongeveer zijn. Ja, dan plak ik dan mijn stofje. En dan borduur ik gewoon alles in één keer. Omdat ik dat zelf nu ook even, vooral omdat er een werkje in het stofje zit, toch wat mooier. Even kijken. Was ik alweer aan het filmen? Ja, toch? Dan ben ik even een beetje aan buis. Ja, ik ben aan het filmen. Dus ik ga hem nu gewoon borduren zoals hij nu verder gaat. Eigenlijk hetzelfde hoor. Maar dan stop ik dus niet. Ik borduur hem één keer door. Omdat ik dat net zo makkelijk vind. Oh ja, ik zet hem toch nog even stop, zodat ik hem dadelijk weer vooruit kan spoelen. En dat makkelijker is. Dus ik zet hem nu stop. Zo, hij is klaar. En hierbij dus ook eigenlijk mijn tutorial. Er zitten nog wat pluisjes op, maar die gaan straks wel weg. Die worden straks wel mooi. Dat wordt straks wel netjes. En zeker als het even door een stopje is geweest. Nou, ik vind hem zelf eigenlijk best wel hartstikke leuk. Zeeuwse tulpjes zijn dit dus.
Nou, ik zal waarschijnlijk nog een keer een ander stukje laten zien. Misschien dat ik hier achteraan ook nog wel de doodle plak, maar dat moeten we nog even bekijken. Zo, en inmiddels ben ik met de applicatie Tulp Doodle bezig. En ja, je kunt nou nog niet zo heel veel zien. Maar ik ben dus nu de steeltjes aan het borduren. Ik borduur ze allemaal in blauw tinten, omdat ik er een tas van ga maken. En die tas die zien jullie waarschijnlijk ook nog wel in deze video. En zo niet, dan komt die vast in mijn maandvlog volgende maand. Ik zet hem even stop om hem later weer verder te kunnen spoelen. Thank you.
Nee, niet in.
Dit was dan de laatste tulp die ik geborduurd heb. Hij ziet er nou nog zo uit. Ik wil het niet al te lang maken als het er niet echt nodig is. Deze knip ik zo meteen weg en dan is die ook klaar. En dit gaat dan een tas worden voor mezelf. Tenminste, dat is de bedoeling. Ik zal dit er even weer netjes om wegknippen. En dit gebeurt gewoon verder niks mee, hè. Het is gewoon... het gaat waarschijnlijk een beetje rafelen. En dat is juist ook de bedoeling. Dat vind ik juist ook wel heel leuk. Daarom heet het ook schijnbaar ook doedel. Ja, ik vraag me om af hoe ze eraan komen, hoor, een doedel. Maar... als het maar een naam heeft, hè, dan gaat het dan om, denk ik dan. Ik ga wat draadjes weghalen naar deze. Die is lekker aan het rafelen. Deze houdt zich wel heel netjes. Misschien wil ik het zo netjes, hoor. Dat kan natuurlijk ook nog. Nou, dit is dus mijn doodle-applicatie van de tulp. En ik wou het hierbij laten. Ik wens jullie in elk geval allemaal ontzettend veel succes met het appliceren van bloemen. De zonnebloem is trouwens ook een van mijn favorieten, maar die heb ik niet gekozen om te borduren. Misschien dat ik dat echt nog wel een keer doe. Maar bij deze laat ik het nu eerst hier nog even bij. En misschien zien jullie mijn complete werkje straks nog wel een keer weer terug in een andere vlog. Bedankt voor het kijken en succes! Doei!